maar eens even aan. Zeg maar aan. Ja, super. Nog eens aan. Nou. Zijn we halverwege, hè? Deze kinderen worden getest omdat ze klachten hebben. Hoesten en soms een klein beetje hoofdpijn. Ik heb al iets van 2-3 dagen moet ik heel veel hoesten. Ik zit al echt de hele dag op mijn kamer. Bij de test gaat een soort lang wattenstaafje heel diep in je neus en keel. Ja, goed zeg. Dat was hem al. En tja, het is geen pretje. Dit zit eerst in je mond en dat deed niet zoveel pijn. Dat deed maar heel eventjes pijn. En je neus was wel iets minder fijn. Eerst was met zo'n staafje in een keel, hier zo ongeveer. En dan ook nog in je neus, dat is niet zo fijn. Het viel wel mee. Ja, je voelt het wel een beetje branden, vooral je neus. Op deze testlocatie is een speciale kinderteststraat gemaakt. Bij volwassenen gebeurt het snel, terwijl ze in de auto zitten. In deze teststraat gaat het iets anders dan in de volwassen teststraat. Hier leggen ze meer uit en nemen ze je een beetje mee met wat er gaat gebeuren. Zodat kinderen iets minder bang hoeven te zijn voor de test. Kijk, dit stokje is hartstikke zacht. Gaan we weer kriebelen in de keel en kriebelen in de neus. Ja, ik denk dat het wel fijner is voor als je echt gespannen bent. Ik vind het wel goed. Dan weet je ook wel wat er gebeurt. En dat is wel fijner. Dan ben je toch iets geruster als je het gaat doen, dan dat ze niks zagen aan het gewoon maar doen. Ja, dat was de eerste. Doe mee toch? Ja. Iedereen van 12 jaar en jonger kan een afspraak maken om naar een kinderteststraat te gaan. Volgens de bedenkers werkt dit beter. Helemaal nu de scholen weer open zijn en steeds meer kinderen zich laten testen. Ja, je merkt gewoon dat er ook meer kinderen komen. Kinderen gaan weer naar school, zijn verkouden, moeten thuis blijven, willen dan toch testen, want de kinderen willen graag van de school. Dus wij merken wel aanzienlijke stijgingen sinds 2 weken, ja. De kinderen hier hopen allemaal dat de testuitslag geen corona zal zijn, want alleen dan kunnen ze weer naar school. Papa en mama zeiden ook tegen mij, je hebt waarschijnlijk geen corona, maar het is gewoon om er ook voor te zorgen dat je gewoon op school kan blijven. Ja, ik wil ook eigenlijk weer op school plezier maken. En weer wat leren, want dat kan nu niet. In de klas waren er 8 ook ziek. Dus de hele klas is nu leeg? Ja. De wattenstaafjes met snot en spuug van de kinderen worden naar een laboratorium gebracht. En binnen 2 dagen horen de kinderen wat de uitslag is.